Hi, ik ben Tom Lassing. In het kader van Doe eens wat voor het milieu loop ik regelmatig door het buitengebied. Daar woon ik ook. En op het moment dat ik dan zo aan het wandelen ben, dan wil ik ook wel eens wat afval wat er her en der in de berm ligt meenemen. En gisteren kwam ik dan ook een blikje tegen. En heb ik meegenomen. Maar waarom zou je zo'n blikje meenemen? Nou, het grappige is, bij de oud-ijzerhandel in Best levert zo'n blikje ongeveer 1 cent op. Dan weet ik, 1 cent is niet veel. Maar ik heb er laatst een aantal ingeleverd en ik had 2 euro. Dus ja, dan betekent het toch dat ik zo'n 200 blikjes uiteindelijk hier uit het buitengebied uit de berm heb gehaald. Want ik drink niet uit blik. En ja, dat scheelt toch. Ik bedoel, het gaat me niet om die 2 euro, al vind ik dat ook leuk. Maar het gaat er wel om dat je dan 200 van die dingen toch uit de berm plukt. En als we dat nou allemaal doen, dan blijft het ook een beetje wat schoner. En ja, ik ga regelmatig naar die oude ijzerboer toe om het een en ander aan oud ijzer wat ik heb in te leveren. Ik heb dat, wat was het, gisteren heb ik dat ook gedaan. Nee, eergisteren, sorry. En ik kreeg toch 11 euro. Dus ja, dan levert het toch weer op. En wat had ik? Ik had oude computeronderdelen. Ik had een oud wasrekje, dat soort dingetjes. Delen van fietsen. Ja, goed. Wat er ook maar was. En eigenlijk de opbrengst van enkele weken. En ja, ik ga daar iedere zoveel weken ga ik daar naartoe. Maar goed, ik ga ook bij anderen langs of ze nog wat hebben. Dat scheelt ook weer. Dus ja, ik ben weer een rijk man. Ik heb weer 11 euro in mijn portemonnee. Dus dat gaat weer heel mooi worden. Ik hou het erbij. Tot de volgende keer. Houdoe.